Het verkeer in de regio Westland moet rekening houden met ernstige verkeershinder. De werkzaamheden duren tot en met september 2013. Vanaf begin april werkt de provincie Zuid-Holland aan de Wateringse weg tussen Den Haag en Koeldijk. De werkzaamheden vallen samen met de vervanging van de Mussenhulbrug op de N211 in Monster en de vervanging van de Leugenbrug, dat is hier voor ons, bij de Malenpolderweg door de gemeente Den Haag. Vanaf begin april wordt de 211 tussen de Zwarte Dijk in Monster en de Nieuwe Weg in Poeldijk voor doorgaand verkeer afgesloten voor de vervanging van de Mussenhulbrug. Van april tot juni worden door nutsbedrijven eerste kabels en leidingen verlegd. Vanaf juni tot half september wordt de brug gesloopt en de nieuwe brug gebouwd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Zwarte Dijk, Grote Woerdlaan, de Bosweg en de Burgemeester Elzenweg en de Nieuwe Weg. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken van een tijdelijke fietsbrug. Van begin juni tot eind augustus is ook de doorvaart gestremd. Knelpunt nummer 2 betreft het groot onderhoud aan de Wateringseweg op de N464. Dat is de weg tussen de Voorstraat en de rotonde bij de Arkelweg in Poeldijk. De aannemer en kabel- en leidingbeheerders starten op 2 april tussen Centrum Poeldijk en rotonde Arkelweg met wegwerkzaamheden aan kabels en leidingen, de rijbaan en het fietspad. De rijbaan richting Poeldijk Centrum is in de maand april in zijn geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het autoverkeer dat vanaf de rotonde Arkelweg in de richting van Poeldijk rijdt, wordt omgeleid via de Arkelweg en de N211 aan de Nieuwe Weg. De N464 is wel open voor verkeer van Poeldijk naar de rotonde Arkelweg. Dus voor één rijbaan is het afgezet. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de weg. Aan de kruising Nieuwe Weg, Malenpolderweg wordt vanaf begin mei de Leugenbrug in Den Haag vervangen en hierdoor voor bijna 8 maanden ten dele afgesloten. De vervanging gebeurt in 2 fases waarbij de brug breder en sterker wordt gemaakt. Het verbreden maakt het mogelijk om veilige, gescheiden fiets- en voetgangerstroken aan te leggen. De nieuwe brug zorgt er ook voor dat er meer ruimte is om onder de bruggen door te varen. Verkeer in de richting van Den Haag blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Verkeer in de richting van het Westland wordt omgeleid via de Malenpolderweg en de Van Elswijkbaan. Deze omleiding geldt ook voor bus 35 en 86 in de richting van het Westland. Fietsers kunnen in 2 richtingen blijven fietsen over de brug.